VHP-parlementariër Kishin Ramsuku pleit voor meer luchtverkeersleiders. Zij verstonen aan dat er een tekort is aan luchtverkeersleiders. In 2020 waren er volgens Ramsuku 43 luchtverkeersleiders. Nu in 2023 zijn er maar 31. De parlementariër vroeg het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wat er wordt gedaan om dit tekort weg te werken. Het DNA-lid zegt dat het geen maandag gebeurde, waarbij een KLM-vliegtuig moest uitwijken naar Frans-Guyana vanwege een tekort aan luchtverkeersleiding niet meer mag gebeuren. Zijn er nieuwe luchtverkeersleiders die al opgeleid worden? Er zijn in totaal 85 nodig om het geheel goed te kunnen draaien. Maar wat ik ook wil vragen, wie gaat de schade betalen aan de luchtvaartmaatschappijen? Want ze gaan het toch ergens moeten claimen? Het gaat om honderden duizenden dollars door een kleine gebrek aan luchtverkeersleiders. Dus laten we dit serieus nemen en laten we kijken, want het kost waarschijnlijk ons land veel meer als we dit soort zaken moeten, de schade moeten gaan betalen, voorzitter. Ramsuku benadrukte dat het probleem met de luchtverkeersleiders niet nieuw is. Het wordt tijd dat er acties ondernomen worden om dit te voorkomen. Ramsuku sprak maandag in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering.